Welkom, beste carnavalsvrienden, in deze eerste aflevering van Sassendonk TV. Volgen wij Hans Platje op zijn weg in het Sassendonkse carnaval. En Hans, wel god wie van Aren op bezoek? Nou, op naar binnen zijn we studio. We zijn een paar foto's maken van onze kinnen. Kinnen? Is dat niet de nieuwe stadsprins? Dat zou ons binnen willen laten. Nou, het zal mee verbazen. Eén deur is los. Hallo. Is Patrick er al? Oké. Ja. Al wel een beetje geleden hoor. Ik zie hem al. Hey Patrick, hallo. Goedenavond. Ja, wij zijn ook van, hoe heet dat? Sassendonk TV, hè? Ja, nee, die komt eerder. Dan ga ik even wat beter instellen. Ja. Hey. Zo. Nou, even kijken hoor. Ja, ja, Hans. Daar heb je nog een schaduw. Hoe kreeg je die nu weg? Ja, uit. Kijk, wat we allemaal met deze juist kunnen. Oké, okay, zo. Ik zie allemaal sterretjes. Ja, dat klopt ook. Er staan gewoon twee sterren voor je. Ik zie geen schaduw meer hier dan, Hans. Nou ja, hij zit er nog niet. Hij zit er nog. Heel iets hier nog. Oh, zo dus. Zo ja. Goede dame, jongie. Ja, dat is ook wel prettig te kijken. Doe toch eens even kalm aan. Ik heb thee. Eerst bent de dansbriekers aan de beurt voor de foto. Zoals je net zo. Ja, allemaal niet allemaal. Allemaal, één stapje. Sorry. Nou, gaan we een giebel uurtje van maken? Ja. Hoe lang jullie allemaal thuis zijn? 11 uur. 11 uur. Goedendag. Goedendag. Kinder 2. Hi. Frederik. Hans. Ja, er is nog een kind is hè? Ja. Ja, daar had ik het over. Facebook met je. Maar die is al 40 jaar kinder. Hi, maar die wil ik wel niet ontmoeten, dat vind ik wel leuk. Nou, hij zit nou bij het Nederlands Elftal. Wat grappig. Het is een hele Nederlands Elftal fan. Oké. Okay. Gaat uit en thuis, gaat hij mee. Dat is wel grappig. Henny van Heerlijk. Geef eens een antwoord. Henny van Heerlijk. Een berichtje van, dat klopt niet, hè? Er is maar één kind of niet in Zwolle of niet dan. En, ja, dat is Henny van Heerlijk. Ik heb zelf een berichtje op Facebook. Toen zei ik zo, van, ja, dat klopt, want ik ben al 15 jaar weg bij de post. Ik heb 25 jaar gewerkt. En ik ken al niet beter dan kinderen van Heerlijk. Okay. Ja, hoor je. Heerlijk, ja, maar we zijn hier. Oh, nee, dan maak ik in principe nu nog niks aan, maar anders dan. Kijk, nu zit dat in het ritmes. Die hier wel zitten. Kijk achter die bovenkant. Ik zit hier wel voor je. Ik wil wel weer. Hans, pas even aan de kant. Ja, ik had jij je niet als laatste. Twee handen. Kijk de lens. Kijk met je hoofd, blijf je zo kijken. Ja. En kijk met je ogen, heel iets wat naar mij toe. Kijk, want ik knip liever een stuk van je. Lullig gezegd, ik knip liever een stuk van je onderkant af.
benetje aan het zakken. Ja. Ja, maar dat, dat knip ik toch weg hoor. Ja? Nee, die zijn stukjes allemaal. Wacht niet. U. Met u. Ja. Uwe. En hoe vandaag? Nou, ik ga straks wel in, want wat vraag je stellen. Ja, want ik wil toch wel weten of Jans Gemol nu geïnterviewd heeft. Hé, maar weet je wat, ik heb nog een leuk idee. Ik heb een foutje gemaakt in het begin, hè? Dat heb je gezien, hè? Ja. En toen dacht ik, wat zou het grappig zijn om een tafel te maken, zo rond het setting, waar Maxima en Alexander achter zaten. En dan straks met de nieuwe jeugdprins of prinses, ga ik aan die tafel zitten. En die gaat dan vertellen van, het is wel een beetje dom van onze prins. Dat Maxima ook weer bij Alexander, weet je wel. En dat hij dat zo doet, dat is toch wel echt grappig. Een beetje dom. Uit te stellen van, nou ja, het was wel een beetje dom. Ja, maar ik was dus bang dat hij dus geïnterviewd was door... Ook zo. Tellen gaan we weer. Dat is wel heel dicht. Is het. Wat is die de laatste keer? Hier neerzet. Hier achter. En je zet het adjudant hier neer. Ja, want als ik, met alle respect, maar als ik ze door die lengtes bij jullie zet, dan is het, zijn jullie weg. Ik hoorde net dat er een nieuw rolletje in de camera moest. Dat is nu gebeurd. Ja. We kunnen nu de dingen zien. Wat wij dus gaan doen straks, dus wij gaan straks mensen overvallen. Of overvallen. Wij komen dus bij iemand thuis. En goed. Dan zul je wel zien wat er dan misschien wel gaat. Thuis zal niet gelijk komen, hoor. Dan moet ik iets opruimen. Maar ik heb 19 december doe ik samen met Maarten Koegman doe ik een oud en nieuw show. Met oliebollen, gevulde eitjes en echt een beetje ouderwets gezellig heet het. En we gaan weer zingen met een aantal gasten, die mag ik nog niet noemen. Maar een aantal gasten en interviews. Dat is erg leuk, dat is ook heel gezellig. Daarmee ouderwets gezellig. Gewoon tijdens de show krijg je een wijntje en een biertje. En dan gaat er altijd nog wat gebeuren. Dus nodig je vooruit als je dat leuk vindt. Ja, leuk. In de spiegel, ja. Dat is ook heel gezellig. Nou Hans, die heb je in de binnenzaak. Gaan we er wat van maken. Ja, hier gaat hij. Ja, mooi. De kinder. Hij staat er vanavond voor. Groepskinder. Dat was een groepskinder. Nou, dan hebben we de... Ja, dan ben ik in principe ben ik dan klaar. Want dan hebben we de jurk niet, hè. Ilse, doet niet zeer. Ja, goed zo mee. Ga je pakken. Maar dan wil ik nog even wel wat vinden. Nou, had je gezegd van, ik heb er 2 jaar over gedaan om hoogheid te worden. Maar waarom 2 jaar? Heb je gezegd 2 jaar? Ja, ze loopt maar 2 jaar om het te trekken, heb je gezegd. Als je nou was, had ik het gelijk in het eerste jaar al gedaan. Nee, al 20 jaar. Om dat 20 jaar aan je te denken. Jeetje, Mina. Vandaar dat ik ook die kind. Ja, nee, maar goed, weet je, ze hebben mij nooit gevraagd, hè. Ze hebben mij wel, maar ze hebben wel een keer tussendoor zo gepolst van, goh, als we je nou vragen, ik heb al gezegd, ik moet niet, ik wil het niet, en ik vier mijn carnaval gewoon, en goed, en uiteindelijk hebben ze nu gewoon gedacht, nou, we weten het niet zeker, dus we gaan het gewoon vragen, als je nee zegt, dan zien we het wel, maar, en toen dacht ik, het is ook wel, superleuk, 34 jaar carnaval, en toen dacht ik, misschien moet ik het maar gewoon doen, superleuk, toch? Ja. En ik weet niet precies wat je kan verwachten, maar er zitten heel veel hele leuke dingen aan, alleen ik had dus ook gezegd van, er zitten ook een paar minder leuke dingen aan, toen zei je, wat dan? Is nou ja, niet, onder andere niet alle bezoeken aan alle verenigingen zijn even leuk. En dat is de kalkleur. Juist in de gezelligste vereniging. Ja. Dus nou ja, goed. Maar dan kan ik niet vertellen wat Roy Lopen was. Ja, precies. Nee, dus nou ja, goed. Nee, maar dat is zo. Nee, een beetje voorzichtig zijn. Maar ik dacht, weet je wat, ik denk, ga niet deze gewoon gelijk, doe gelijk een boek aan. Ik heb gelijk gezegd, nou weet je... Dat kan de bedoeling niet zijn, zo heb ik het niet gezegd, maar weet je, ik vind het vervelend, dus excuus daarvoor. En dat heb ik ook op mijn site gezet, kindersite, van dat ook dat verhaaltje van Maxima, van het zei van, het is een beetje dom, ja, een beetje dom, is gewoon oliedom van deze prins. Dat hij gewoon niet moet doen, een beetje beter nadenken, sorry. Nou, het kreeg wel gelijk weer honderden reacties van mensen van, hey, dat is wel top, weet je wel, van dat je dat gewoon zo doet. Ja, toch mooi toch? Ja. Ben jij al uitvoerig aan het woord geweest? Want ik kan me indenken dat je er weinig aan toekomt natuurlijk. Wacht maar. Jullie tijd komt wel. Maar hij is onze vriend. Ja, nee, maar iedereen moet toch ook weten wie jullie zijn. Ja, nou, waar jullie vandaan komen, echte Zool, Senezen. Ik ben een Amsterdamse. Van oorsprong, daar ben ik geboren. En ik woon op dit moment in Frankrijk. Dus oh. Ik kom voor de carnaval altijd deze kant op.
En dat al 30 jaar natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, dan moet je wel heel gek met vrienden. Ja. Moet je wel heel gek met wezen. Voor 30 jaar al met hem uit Frankrijk hier naartoe. En dan altijd ook aan slapen met de carnaval. Je komt nu 8 jaar uit Frankrijk. Ja, uit Frankrijk 8 jaar. Oh, oké. Okay. Ja, ik woon daar nu 8 jaar. Ja. Oké. Okay. Nou, leuk. Maar ja, blijf en ik trekken, dacht, hè? Ik dacht, wat je van ver haalt is extra. Dat is altijd goed. Ja. Is altijd beter. Kom je dan ook van ver? Nee, ik kom uit Zwolle. Daar hier. Ik ben niet geboren in Zwolle, maar wel opgegroeid in de omgeving van Zwolle, op de Veluwe. Dus, en ik vier al heel lang carnaval, want het is, mijn ouders vierden al carnaval. Oké. Okay. Dus in Zwijndrecht ooit begonnen. En toen in het Harde heeft mijn vader nog de carnavalsvereniging opgericht, de Natnekkers. De Natnekkers, ja. Toen mochten we nog op receptie bij de Prins in Zwolle. Handteken, dat was al heel lang geleden. Dat was onze buurman. Nou, dat was een hele happening, dat we dat toen bij hem van dichterbij mochten meenemen. Staan die nog, de Natnekkers? Nee, al heel lang niet meer. Ze zijn al heel lang te zielen. Nee, heel lang. Ja, het is op zo'n dorp een aantal autochtonen die dat leuk vinden. Ja. En toen zijn we elkaar gaan ontmoeten en sindsdien 30 jaar met elkaar vieren. En ook echt ook altijd de laatste jaren bij elkaar in huis slapen met een hele groep. Dus zonder partners allemaal. Ook dat. En wat ik ook in het interview zei, in mijn speech ook, van een aantal van hun, maar een aantal andere mensen ook, zijn eigenlijk mensen die heb je ontmoet door de carnaval. Ze zijn ook mijn beste vrienden geworden allemaal. Dat is eigenlijk heel bijzonder, van dat carnaval dat doet. Hè. Dus, En zoals gewoonlijk klets Hans even iets in je nekken. Maar dan ben ik eerst nog. Gelooft er niemand nog Sinterklaas? Nee, hè? De vrijdagmiddag is nog Sinterklaas. Zal een uur of 7:30. Zo, Gert, dan ben je het. Kinderen weer op de foto, de dansmeisjes op de foto. En dan gaan we weer naar de koffie. Wat Lego?